Als u rechts naar boven kijkt, dan ziet u dat de uitgangssituatie is zo dat Ajax en PSV inmiddels gelijk zijn gekomen. En de cijfertjes, 28 wedstrijden gespeeld, 21 wedstrijden door alle tweede clubs gewonnen, ook allebei 3 keer gelijk gespeeld en ook allebei 4 keer verloren. Kortom, evenwicht op alle gebieden tussen Ajax en PSV. Dat is de uitgangssituatie. Tijd dus nu voor de beelden en de samenvatting en het commentaar van Theo Rijtsma. Ajax tegen PSV in een vol Olympisch stadion. PSV dat geen herkenbaar patroon heeft gekregen dit seizoen. Toch net zoveel punten heeft als dat schitterend spelende Ajax. PSV geen herkenbaar patroon, wisselend van samenstelling. Nu weer met Geels op de bank. Trouwens ook Koeman op de bank. Koolhof in het centrum van de aanval bij PSV. Daar met een Torissen. En dat dan tegen een Ajax dat herkenbaar is na de 16e competitieronde van dit seizoen. Toen immers kwam Johan Cruijff binnen in de ploeg van de Amsterdammers. Daarna werd alles anders. Zijn leidinggevende rol was opmerkelijk. Bovendien werd opmerkelijk de grote hoeveelheid techniek die bij jonge Amsterdamse spelers aanwezig was. Adrie van Kraaij hier gestart voor PSV met Stevens. Van Kraaij dus op het middenveld. Torissen dus in het centrum. Poortvliet, Willy van der Kerkhof voorlopig achterin en de eerste keer buitenspel. Schoenaker. Vanenburg. Helemaal vrij. Jesper Olsen kieft naar de eerste paal. Herhaling. Vanenburg ziet Olsen compleet vrij. Trouwens, iedereen ziet die royale vrijheid. De paas bij de eerste paal en de bal naast. Cruijff en Lerby. Cruijff laat het gaan aan de andere kant. Hij laat het ook daarom gaan. Omdat hij zelf zich wil onttrekken. Nu hoe zo nadrukkelijk als zijn bewaker is aangewezen. Vrijtrap Lerby, vrijstaand, Schoenaker, vrijstaand, Vanenburg. Wat is er met de organisatie? Cruijff. Hoe boos. Cruijff normaal, in de afwerking. Een aanval met zeer veel ruimte voor Ajax er aan die rechterkant. Vanenburg. Cruijff komt en raakt niet goed. De tijd van verkenningen is voorbij. Het is de 15e minuut van de wedstrijd. Iedereen weet wat wie aan boodschap heeft meegekregen. Maar het is vooral duidelijk aan PSV-zijde, omdat die ploeg zich heeft ingesteld op de tegenstander. Hoe? Het gaat nu om de momenten waarin gevaar ontstaat. Waarin het spektakel tevoorschijn komt. René van der Kerkhof. Aardige start, goed begonnen, gevaarlijk. Torens alleen, het kleintje bij Valier en bij Rijkaard. En daar is het kleintje dat naast schiet. En een vrije trap tegenkrijgt overigens achteraf van Keizer. Die ook schrok kennelijk van die situatie. Hier de herhaling, René van der Kerkhof. Nogmaals René van der Kerkhof. Torensen bij Rijkaard en Valier. De missers. Wat doet Torensen daar als boosdoener? Hij schiet naast, maar hij krijgt een vrije trap tegen. Lerby. Op of Ajax. Buitenom Rijkaard. Ja. Fijne trap. Hens van Poortvliet leek mij. Ja, ja. Verrassend voor de grensrechter. Niet voor Keizer. De hensbal van Jan Poortvliet. De vrije trap is voor Cruijff. Hoe heeft nog niet zo ver bij hem vandaan gestaan, nu op 9 meter. Vrijstaand, Schoenaker, kopte. De vrije trap, Cruijff, vrijstaand vooral Vanenburg. De Schoenaker die inkomt bij Poortvliet. Cruijff na 38 minuten, na een botsingtje. Maar ook kleine botsingen kunnen grote gevolgen hebben.
met Cruijff en René van der Kerkhof en Rolink, de arts. Is de wedstrijd op dit moment in een kritiek stadium. De blessure is namelijk aan de knie bij Cruijff, die te horen heeft gekregen dat het best nog even 5 minuten kan duren. En René van der Kerkhof die in ieder geval eruit gaat. Dit is Olsen voor Ajax. Willy van der Kerkhof die bal voor hem weghaalt. En dan is daar de bekende botsing tussen Hoe en Cruijff. Waarbij deze botsing nu zo ongelukkig is dat Johan Cruijff aan de rechterknie geblesseerd raakt. Overigens, daarna raakte René van der Kerkhof in een botsing geblesseerd met Ophof. En hij verlaat het veld terwijl Johan Cruijff in de wedstrijd blijft. Geels is de vervanger voor deze René van der Kerkhof. Dat alles 5 minuten voor het einde van de eerste speelhelft. Olsen. Rijkaard. Schoenaker. Lerby. Zijn linkerbeen. En het eerste schot eigenlijk waar Doesburg werkelijk attent op moet reageren. Tot dusver was het kijken. Lerby. En de reactie van Pim Doesburg. Vlak voor rust. Tjöla Ling is de vervanger van Johan Cruijff bij het begin van de tweede helft. Cruijff dus niet teruggekeerd na de pauze, geblesseerd als hij is. Torense daar tegengehouden door Ophof. Zo zijn er 2 opvallende wissels aangebracht. René van der Kerkhof geblesseerd weg. Johan Cruijff geblesseerd, ook hij weg. Geels terug, Link terug. Boeven. Rijkaard. En hoe speelt Ajax zonder de man die zo lang dit seizoen toonaangevend is gespeeld. Die er in die 16e competitieronde bij kwam. En daarna de vlucht omhoog begeleidde. Lerby. Hoe knalde de bal tegen Lerby aan. En wat gaat Hoe doen? Die in de tweede ronde bevrijd is van de last om Cruijff te bespelen. Overtreding hier van Willy van der Kerkhof. En hoe manifesteert Tjöla Ling zich nu hij weer terug is? Lerby. Lerby. Schitterend. En de woede bij Doesburg, is die terecht of niet? De woede die zich richt ten aanzien van de mensen die de muur moesten vormen. Maar dit is gewoon recht toe, recht aan. Dan zit er dus een gat. En dan heeft het metselwerk niet gedeugd. Lerby. Die gaat er gewoon langs in de korte hoek. Bam, 1-0. Ophof, Schoenaker, PSV zoekt en loopt achter de feiten en de bal aan. Olsen, Schoenaker, het wachten is op de volgende tik uitgedeeld door Ajax. Komt hij hier, Ling, nee, Doesburg redt. Willy van der Kerkhof. Het individueel zoeken, hoe het in de ploeg niet loopt. En het individueel zoeken dat zo vaak geen zin heeft. Niet buitenspel, bewust geen buitenspel gegeven. Kieft's kans. 30 doelpunten dit seizoen, daar blijven we voorlopig bij. Ling. Torensen, overtreding zegt Keizer in zulke gevallen, ook hier. Rijkaard. Met het circus. Ja, prima. Op Stevens loopt hij dan vast. Ophof, Van Kraai. Te laat met het wegtrekken van zijn voet. Lerby met het schot en de spetter aan de paal. Ho, wat een knal. Terwijl Van Kraai pijn heeft. Knalde Lerby weer eens.
Jansen. Het doorschuiven. En daar komt hij weer. Die verwoestende. Via Doesburg en de paal. Koloff. Geen poot aan de grond gekregen. Ook in deze fase van de strijd nu. Boeven. De vrije trap en snel terecht. Ling. Boeven. Ling. En Van der Kerk op Tureluurs. Derby. Kieft komt. Is het zijnet. Kieft's kopbal. Sterker omhoog dan Brands. In het voordeel als aanvallende man. En het zijnet houdt succes tegen. Er is bijna een half uur gespeeld in de tweede helft. Vrije trap van Ajax Rijkaard. Links scoort niet. Maar was er dichtbij, inderdaad. Olsen, het spel gaat wel verder namelijk. Nieuwe kans voor Kieft, voor Schoenhaker en de paal weer. Wat een spektakel in die tweede helft. Doesburg kijkt naar het geluk. Hier komt Kieft, daar komt Schoenhaker, daar komt Doesburg, daar is de paal en daar is het genoegen voor Doesburg. Polop. De wedstrijd ligt open, ligt totaal open. Althans, er is ruimte zat om leuk doorheen te lopen. Ajax heeft dat in die tweede helft natuurlijk het beste gedaan. Heeft PSV zoek gelopen. PSV heeft die laatste 10 minuten om toch nog naar die stand te kijken die niet helemaal onmogelijk is. 1-0. Willy van der Kerkhof. Het spel is niet goed geweest van PSV in die tweede helft. En hier gaat de definitieve achterstand komen door Olsen. Of valt het mee? De strafschop is het, denk ik. Keizer. Oh, oh, oh. Hij legt hem er buiten. Ja. Olsen geblesseerd. Stevens in aantocht. Doesburg uitkomend. En waar beginnen de 16 meters? Kijk, daar is Olsen. Daar is hij binnen. Daar is de rand van het 16 meter gebied. Ja. De vrije trap ligt er dus buiten. De aandacht gaat uiteraard naar Lerby. Vanwege de bijzondere kracht waarmee hij kan schieten. Hier moet hij het krom doen en dat doet hij ook nog. Søren Lerby beslist voor de tweede keer een situatie in dit duel met een doelpunt. En is de matchwinnaar. Søren Lerby. Eén keer keihard, poep langs de muur, vlak naar rust. Toen een open wedstrijd met het genoegen louter voor Ajax. En hier de bevestiging van het superieure van Ajax op dit moment ten aanzien van PSV. Met een trap langs de muur, draaiend toch ook weer naar het succes. Daar is Lerby. Zo'n 8 minuten voor tijd. Onbereikbaar opnieuw voor Pim Doesburg. Zo is het van achter het doel. Kieft. Schoenhaker. Aan de zijkanten verwacht hij wat mensen. Maar het is terecht dat Lerby even de teugels laat vieren. Even op balbezit speelt. Even de geroutineerde speler uithangt. Boeven. Vervolgens weer snel. De tempowisselingen maken een ploeg sterk. Schoenhaker. En de hoekschop. In armoede gegeven door Wildschut. Boeven. Schoenhaker. Doesburg. En Wildschut. Alsjeblieft even weg met die bal. Vrije trap Lerby na een overtreding van Piet Wildschut. Ruimte, totale vrijheid bij Tjöla Ling. Schoenhaker zorgt voor. Inderdaad 3-0. Dick Schoenhaker. Tjöla Ling gaf de paas. Schoenhaker, ook hij met iemand ver achter zich. En dan raak 3-0. Lerby. En het eindsignaal van Jan Keizer, die al op weg is naar de kleedkamer. Ajax wint opvallend. Royaal.
opvallend bovendien omdat de overwinning gestalte krijgt in de tweede helft zonder Johan Cruijff. Met het voordeel dat een doelpunt snel in die tweede helft de wedstrijd totaal openbreekt. En in die ruimte profiteert Ajax en dartelt Ajax voor een zeer tevreden publiek. Dan is Ajax op weg naar waarschijnlijk de landstitel. Ja, veel mensen in het Olympisch Stadion en daarvan was natuurlijk Johan Cruijff verantwoordelijk eigenlijk toen de deuren opengingen en al die mensen naar binnen gingen. Een vol Olympisch Stadion, hoe lang was dat geleden?